Oké, een hele goede morgen, lieve kinderen en begeleiders. Welkom bij de Kinderuniversiteit van Tilburg University. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Nou, ik denk niet dat dat voor ons heel overtuigend was. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Heel goed, dat klinkt een stuk beter. Mijn naam is Jamie en ik zit normaal waar jullie zitten, want ik studeer hier op de universiteit. En ik vraag me af, zijn er hier kinderen of begeleiders die al eerder op de universiteit of op de campus zijn geweest? Oh, dat zijn er behoorlijk. Want nou, welkom terug voor degenen die hier al eerder zijn geweest en welkom voor degenen die hier voor het eerst zijn. Zoals ik al zei, we zijn hier vandaag op de universiteit en dat is eigenlijk een soort school. En hier kan je naartoe gaan als je klaar bent met de middelbare school of met een hbo-opleiding of eigenlijk elk moment later in je leven als je iets wilt gaan studeren om een bepaald beroep uit te oefenen. Je kan bijvoorbeeld rechten gaan studeren, want dan word je advocaat, of psychologie, want dan kan je psycholoog worden. En wat een universiteit nou anders maakt dan andere scholen is dat wij niet alleen kijken naar hoe moet je rechter worden of hoe word je psycholoog, maar ook waarom. En als wij dingen bestuderen hier, dan kijken we vooral naar het waarom. En om een ander voorbeeld te geven, wij hebben hier een programma dat heet Jeugdliteratuur. En zij kunnen kijken naar kinderboeken, boeken die jullie lezen. En in plaats van dat zij dan alleen gaan kijken van, goh, hoe schrijven wij nou een goed kinderboek, gaan zij ook kijken naar, maar waarom schrijven wij zo een goed kinderboek? En waarom vinden kinderen nou per se dit interessant of dit soort plaatjes interessant? Dus dat is wat wij hier doen op de universiteit. Nou, we zijn hier in het gebouw Cube. En het heet Cube omdat het eruit ziet als een kubus. En jullie zitten in de grootste zaal die wij hier hebben. Want hier kunnen 600 studenten in. En dat is wel nodig. Want op de universiteit hier in Tilburg studeren maar liefst meer dan 20.000 studenten. En om een voorbeeld te geven hoe dat zich verhoudt tot de basisscholen. De grootste basisschool in Nederland, verdeeld over 3 locaties, heeft 1500 studenten. En dat is dan de allergrootste in Nederland. Dus hier lopen heel veel studenten rond die naar colleges gaan. Dat is wat jullie vandaag ook gaan doen. En een college is een ander woord voor een les. Een klassikale les of een les in groepsvorm. En jullie gaan vandaag ook een college krijgen over geheimen. En ik denk dat geheimen iets is waar we allemaal wel eens mee te maken krijgen of altijd. Maar voordat we met het college gaan beginnen, gaan we straks een quiz doen. En als het goed is, hebben jullie allemaal 2 kaartjes gehad. Een rode en een groene. Dus we gaan eerst even kijken of we het goed snappen wat we daar straks mee moeten doen. Nou, jullie krijgen straks een quiz. En als jullie denken het is het antwoord met de rode sticker, dan doe je de rode kaart omhoog en met de groene sticker de groene. Nou, die gaan we even testen. Als ik zeg rood, dan doen jullie de rode kaart omhoog. En als ik zeg groen, dan jullie... Oké, rood. Groen. Rood. Groen. Rood. Groen. Rood. Groen. Rood. Rood. Ja, ik denk dat dat wel goed gaat komen. Nou, dan ga ik jullie nu voorstellen aan de professor van vandaag, professor Andreas Wismeijer. En hij gaat jullie alles vertellen over geheimen. Dus mag ik een heel groot applaus voor onze professor. Ja. Ja, goedemorgen allemaal. Hartstikke leuk dat jullie hier zijn. En ook namens mij een heel warm welkom hier op de Universiteit van Tilburg. Ik heb hier zelf ook gestudeerd. En nu werk ik hier alweer heel erg lang. En ik vind het leuk dat ik wat mag komen vertellen over mijn onderzoek. En daar ben ik al ontzettend lang mee bezig. Ik doe een heel lang onderzoek naar het onderwerp geheimen. Nou, laat ik mezelf eerst even voorstellen. Dat is wel zo netjes. Wie ben ik? En dit is een beetje het programma ook wat we vandaag gaan doen. Ik zal me voorstellen, dan beginnen we even met de quiz. Dan ga ik van alles vertellen over geheimen. En dan ben ik ook heel benieuwd hoe jullie daarover denken. Dus als er vragen zijn of opmerkingen, laat het me gelijk weten. En na afloop kunnen nog allerlei vragen gesteld worden en antwoorden. Daar is iemand aan het nichen. En we gaan straks, ik heb een vraag voorbereid of je meer gaat nichen als je meer geheimen hebt. Dus dat is heel goed dat jij even geniest hebt. Dankjewel. Laat ik mij eens voorstellen. Laat ik me even voorstellen. Wie ben ik? Ik ben Andreas Wismeijer. En ik ben papa van Mente en Feline.
En ik ben een psycholoog. En een psycholoog houdt zich bezig met waarom doen wij de dingen zoals we ze doen. Bijvoorbeeld, jullie zijn hier allemaal gekomen. En ik heb een vraag aan jullie. Waarom zijn jullie allemaal gaan zitten? Je mag van mij ook gaan staan hoor, geen probleem. En psychologen willen weten, waarom doen we dit eigenlijk? Waarom gaan we met z'n allen zitten? Gaan we even zitten, dat is wat rustiger. Waarom gaan we allemaal zitten? Wij willen weten, waarom doen wij zoals wij doen? Daar zijn we benieuwd naar. Nou, en waar hou ik van? Ik hou heel erg graag van koken en ik wandel heel graag. Ik woon in Oosterhout en daar heb je een heel mooi bos in de buurt. En daar lopen altijd heel graag doorheen. En ik speel ook heel graag Fortnite. Nou, Ik moet nog even wennen aan het nieuwe seizoen, maar dat moeten jullie misschien ook. En ik heb een hele lange tijd... Ik heb na mijn studie hier in Tilburg ben ik naar Barcelona gegaan in Spanje. Daar heb ik jaren gewerkt als onderzoeker en docent. En daar heb ik ook vliegles genomen. Daar heb ik leren vliegen. Ik hou heel erg van zwemmen, met name buiten zwemmen in meren of in Frankrijk. En dit is het gezin, mijn vrouw. Dit is de mooiste foto die ik van ons heb kunnen vinden. En een van mijn dochters is hier vandaag aanwezig. En dat is Mente. En daarmee gingen we van de winter skiën en zijn we samen van de zwarte piste afgegaan. En dat was hartstikke spannend en daarom hebben we deze foto even met elkaar genomen. Oké, dat ben ik. Waar doe ik onderzoek naar? Ik doe onderzoek naar geheimen en ik heb iets meegenomen vandaag. En dat heeft te maken met deze foto. En ik denk niet dat jullie weten wat dit is. Ja, wat is het? Een papierversnipperaar. Maar waar staat die en waarom is dit zo? Daar ga ik zo wat meer over vertellen. Maar laten we eens gauw beginnen met de quiz. Pak even jullie kaartjes, je rode en de groene, en ik ga jullie vragen stellen. De eerste vraag. Daar komt die. Hoeveel mensen, denken jullie, hebben geheimen? Denken jullie dat meer dan de helft van de mensen geheimen hebben? Dan moet je een rode kaart omhoog houden. Als jullie denken dat minder dan de helft van de mensen een geheim hebben, dan moet je een groene kaart moet je naar boven. Ik ga eens even kijken. Ik zie heel veel rode kaarten. Oké. Dat is inderdaad het goede antwoord. Meer dan de helft van de mensen hebben geheimen. En soms zelfs veel meer dan de helft. Daar ga ik straks wat meer over vertellen. Dus dit is inderdaad het goede antwoord. Volgende vraag, een hele belangrijke. Ik ben stik benieuwd. Hebben jongens meer geheimen dan meisjes? Wie zegt ja, jongens hebben meer geheimen dan meisjes? Dan moet je de rode kaart. Nou ja zeg. Ik zie allemaal groene kaarten. Ik zie dat heel veel van jullie denken dat meisjes meer geheimen hebben dan jongens. Weten jullie wat het antwoord is? Ja. Dit is het antwoord. Ja en nee. Ja. Dat moet ik even uitleggen. Jongens hebben niet meer geheimen dan meisjes. Maar wat jongens wel veel meer doen dan meisjes, is als ze iets geheim houden, dan doen ze dat om zichzelf wat stoerder en wat beter en wat groter te maken. Dus jongens gebruiken vaker geheimen om zichzelf wat stoerder te maken. Meisjes hebben niet meer geheimen dan jongens, maar de geheimen die meisjes hebben, die gebruiken ze wat meer om ervoor te zorgen dat allerlei mensen goed met elkaar om blijven gaan. Dus zij weten bijvoorbeeld een geheimpje over iemand en houden dat geheim zodat andere mensen geen ruzie met elkaar krijgen. Dus jongens houden wat meer geheimen voor henzelf. Meisjes hebben wat meer de neiging om dingen geheim te houden, om andere mensen te helpen. Dat is eigenlijk misschien nog wel wat aardiger. Dus jongens en meisjes hebben niet meer of minder geheimen, maar ze hebben eigenlijk wat andere geheimen. Nog een vraag, ik ben heel benieuwd naar de leerkrachten. Hebben jullie leraar meer geheimen dan de kinderen in de klas? Rood is ja, groen is nee.
Ik zie heel veel groene en rode kaarten, maar ik zie meer rode kaarten dan groene kaarten. En dat klopt. Jullie juf en jullie meester heeft waarschijnlijk meer geheimen dan de kinderen in de klas. En ik zal straks vertellen waarom dat zo is. Hier komt een belangrijke vraag. Let goed op. We hebben hier een beetje een eng, stiekeme meneer. Of mevrouw, ik weet het eigenlijk niet. Wat denken jullie? Houden mensen alleen maar dingen geheim die stiekem zijn en die verboden zijn? Dus als je iets stiekems gedaan hebt, wat denken jullie? Houden we alleen maar iets geheim wanneer het stiekem is en verboden? Of zijn er ook andere redenen om geheimen te hebben? Ik zie heel veel rode kaarten. Ik zie ook groene kaarten, maar met name rode kaarten. En dat is inderdaad het goede antwoord. Niet alles dat wij geheim houden, is stiekem of verboden. Er zijn ook heel veel andere redenen om dingen geheim te houden. Ik zal jullie straks vertellen welke dat zijn. En de laatste vraag, de ene laatste vraag. Moet je je geheimen, jullie hebben geheimen, moet je je geheimen altijd geheim houden? Moet je ze altijd als het ware in een kluis stoppen? Heel goed. Ik zie bijna net zoveel rode kaarten als dat ik groene kaarten zie. En ook dat, net als bij de jongens en die meisjes, is inderdaad het goede antwoord. Soms moet je geheimen echt voor jezelf houden en moet je met niemand delen. Andere geheimen is het juist verstandig om wel met iemand erover te praten. Je hoeft niet alles met iedereen te delen, maar het is ook niet goed om met grote geheimen rond te lopen. Ga ik straks wat meer over zeggen. En de laatste vraag, speciaal voor de jongen die net moest niezen. Kun je vaker verkouden zijn wanneer je grote geheimen hebt? Wat denken jullie? Denken jullie dat dat kan? Of denken jullie dat dat niet kan? Oké. Ik zie echt precies net zoveel groene kaarten als rode kaarten. Het is ook wel een moeilijke vraag. Maar het antwoord is, en daar weet ik heel veel vanaf, inderdaad, kun je vaker verkouden worden wanneer je grote geheimen hebt. Zal ik jullie vertellen hoe dat komt? Maar dan moeten jullie wel wat stiller zijn. Als jullie grote geheimen hebben, dan is dat soms best wel vervelend. Daar lig je soms wel eens wat van wakker, je maakt je een beetje zorgen. En dat is niet zo heel erg goed voor je lichaam, voor wat we noemen het immuunsysteem. En ik onderzoek al heel veel jaren mensen die een bepaalde ziekte hebben. En dan nemen we ieder jaar wat bloed af van die mensen. En dan gaan we kijken, hoe is het met hun gezondheid? Dat kunnen we in het bloed kunnen dat zien. Hoe goed werkt het immuunsysteem? En dan blijkt, de mensen die grote geheimen hebben, waar ze last van hebben, waar ze soms ook wel van wakker liggen en over piekeren, die blijken een slechter werkend immuunsysteem te hebben, een vaker ziek te zijn, dan mensen die zeggen, ik heb wel geheimen, maar niks bijzonders en ik lig er zeker niet van wakker. En dat leert ons ook dat het niet heel erg goed is of verstandig om met hele grote geheimen te blijven rondlopen in je eentje. En dat zijn de geheimen die je het beste kunt delen met iemand anders. Een juf, een meester, een vriendin, papa, mama. Gaan we het over hebben. Het is niet altijd goed om geheimen te hebben. Je kunt er zelfs ziek van worden. Oké, heel goed gedaan deze quiz. We gaan beginnen met het college. En het college, zoals Jamie al zei, is op de universiteit niks anders dan een les. Maar waar je in de klas les krijgt met misschien 20, 25, 30 kinderen, is dat op de universiteit in een zaal als deze. En dan zijn er 600 kinderen. Ja, dat is een verschil. Maar verder is het wel altijd een hele leuke les. We gaan eens kijken. Wat zijn nou precies geheimen? Nou, dat doe ik al sinds 2004, doe ik daar onderzoek naar. En geheimen zijn dingen die je niet vertelt aan andere mensen. En er zijn heel veel soorten geheimen mogelijk. Roep eens een geheim. Wat voor geheim kunnen mensen hebben? Roep maar een geheim. Te veel Fortnite spelen? Je huiswerk niet gemaakt hebben? Je gymschoenen vergeten zijn?
Nou ja, homa. Ik heb al heel veel geheimen gehoord. Oké. Ik heb heel veel geheimen gehoord. En we gaan er straks nog veel meer zien. Dit is een geheim. Weten jullie wat dit is? Dit is een satellietbeeld. Hier is spionage aan de hand. Hier is een land wat door middel van satellieten naar een ander land kijkt. En kijkt, hé, wat zijn jullie allemaal aan het doen? Waar liggen jullie wapens? En spionage wil zeggen dat jij stiekem gaat kijken wat een ander doet. En zolang die ander dat niet weet, heb jij een voordeel. Want jij weet waar de wapens liggen en de tegenstander weet niet dat jij dat weet. Dit is een voorbeeld van een geheim. Een ander voorbeeld van een geheim is verstoppertje spelen. Je doet je ogen dicht, de ander gaat zich verstoppen en die houdt geheim waar die is. Nou, we hebben heel veel verschillende soorten geheimen. Geheimen om jou te beschermen. Geheimen die jou een bepaald voordeel geven. Ze helpen jou om makkelijker met iets om te gaan. En sommige geheimen zijn gewoon leuk. Kortom, wat zijn geheimen? Dingen die je niet deelt met andere mensen. Dat kunnen zijn dingen die je weet. Dingen die je denkt over een vriend of een vriendin of de juf. Dingen die je hebt, die je bezit. Dingen die je ooit hebt gezien, maar waarvan je weet, daar kan ik maar beter niet over praten. Of natuurlijk, waar we ook vaak aan denken, dingen die je gedaan hebt en die misschien niet helemaal de bedoeling waren. Of dingen die je wilt doen, waarvan je weet, nou, misschien mag ik dat niet. Dit zijn allemaal voorbeelden van geheimen. Kortom, wat doen we op de universiteit? We maken daar één cluster van en dan zeggen we, geheimen is informatie dat je heel bewust, expres, niet deelt met andere mensen of maar een paar mensen, bijvoorbeeld papa of mama. En ik doe al heel lang onderzoek ook naar de geheimen die kinderen hebben. En ik heb aan heel veel kinderen, misschien heb je zelf wel eens meegedaan, zeker de kinderen in Tilburg, aan zo'n onderzoek. En toen heb ik gevraagd, nou ja, wat zijn de geheimen die jij hebt? Welke onderwerpen hou je allemaal geheim? Nou, wat blijkt nou? Op de eerste plek staat iets waar jullie op dit moment op school mee bezig zijn. Dat je verliefd bent op iemand. Of dat je misschien wel met iemand gezoend hebt. Is het aan? En soms wil je dat eerst nog voor jezelf houden. Op de tweede plek, dat je misschien ruzie hebt met je vrienden of met papa en mama. Dat vind je dan niet leuk om aan andere kinderen te vertellen. En dan vragen ze wel van, joh, wat is er aan de hand? Want dan kijk je een beetje chagrijnig en zeg je, niks, kom, we gaan Fortnite of we gaan lekker buiten spelen. En dan wil je er niet over praten, dan hou je dat voor jezelf. Hé, er zijn ook sommige geheimen die te maken hebben met dat je ziek bent. Dan wil je niet aan de rest van de klas vertellen dat je niet kunt gimmen omdat je bijvoorbeeld een hele grote vrat op je teen hebt. Dat vind je niet fijn. Of dat je niet naar school gaat omdat je enorme diarree hebt. Dat hou je ook voor jezelf. Dan zeg je, ik ben ziek, punt. En je zegt niet wat je precies hebt. Weet je wat ik ook heel vaak gehoord heb als geheim? Dat papa en mama gaan scheiden. En dat vind je niet leuk om op school te vertellen. Dat hou je een beetje voor jezelf. En dat is ook wel een geheim waar heel wat kinderen mee rondlopen. Als papa en mama gaan scheiden, willen ze dat in eerste instantie niet graag vertellen aan andere mensen. En de laatste in de top 5 is wanneer je problemen hebt op school. En weet u dat een heel groot nadeel is? Vroeger, toen ik nog jong was, en papa's en mama's en leerkrachten ook, als wij een onvoldoende op school kregen, dan kon je dat nog eventjes voor jezelf houden. Dan dacht je, nou, in het weekend zeg ik nog even niks, dan komt maandag wel weer. Tegenwoordig, als je straks naar de middelbare school gaat, dan hebben we een systeem magister. En zodra het cijfer bekend is, zet de leerkracht het cijfer in magister. En weten papa en mama gelijk welk cijfer je hebt. Dus dat kun je helaas niet meer geheim houden. Konden wij nog wel. Dus wanneer je problemen op school hebt, of bijvoorbeeld wanneer je gepest wordt. Nou, een vraag die ik veel krijg is, hoe doe ik nou onderzoek naar geheimen? Want jullie hebben geheimen. En een geheim is informatie die je wel of niet deelt met andere mensen. Wat is een geheim? Informatie dat je wel deelt of niet deelt. Dat je niet deelt. En hoe weet ik dan over geheimen? Nou, ik stel heel veel vragen aan mensen die geheimen hebben. En dan vraag ik niet, wat hou je geheim? Maar ik zeg vooral, vertel eens, jij hebt een geheim. Hoe ga je daarmee om? Hoe hou je dat geheim? Wat doe je daarvoor? En vind je het moeilijk om jouw geheim te hebben? En als je je geheim toch met iemand verteld hebt, wie was dat dan?
En zo stel ik heel veel vragen aan ontzettend veel mensen. Dat doen we in Tilburg, maar ook in de rest van Nederland. En zelfs aan mensen in Amerika en Engeland en Duitsland. En zelfs een laatste studie aan mensen in Zuid-Afrika. En dan gaan we al die cijfertjes gooien bij elkaar. En dan gaan we iets doen wat jullie op school ook leren, rekenen. En dan krijg je dit soort figuren. En nou lijkt dit heel ingewikkeld, maar dat valt reuze mee. Als je nu op school goed oplet met rekenen en je gaat daarna naar de middelbare school, dan komt er nog wat bij. En op de universiteit weet je prima wat dit betekent. Helemaal geen probleem. Nou, wie hebben er allemaal geheimen? Dat was een vraag die ik net aan jullie stelde. En inderdaad zei ik, nou ja, eigenlijk heeft iedereen geheimen. Maar het hangt er wel een beetje vanaf wat voor soort geheim het is. En nou een keer langsloop, hier ga ik straks wat over vertellen. Maar dit mag niemand openmaken. Ik heb hier de sleutel, die heb ik in mijn zak. En die hou ik heel goed bij mij. Want dit mag nooit door mensen opengemaakt worden. Maar dat kom ik zo op vertellen. Ik ga zo vertellen wat het is. Dat is nu nog even geheim. Wie hebben er allemaal geheimen? Nou, kleine geheimen heeft iedereen. Iedereen in deze zaal heeft kleine geheimen. Dingen die je voor jezelf houdt en niet deelt met anderen. Iedereen. Maar er zijn ook mensen die grote geheimen hebben. Daar liggen ze wakker van. Daar gaan ze piekeren. Ze maken zich zorgen. En dat is ongeveer 25%. En wat is ook weer 25%? Van alle 4 mensen in Nederland heeft 1 inderdaad zo'n soort geheim. En dat zijn de mensen die ik onderzoek. En dan nemen we bloed af en dan gaan we kijken hoe het met ze gaat. En ik stel allerlei vragen en dan onderzoeken we hoe het met die mensen gaat gedurende hun leven. Maar goed, kleine geheimen hebben dus allemaal. En dan kom ik op deze foto. Jij zei net heel goed, het is een papierversnipperaar. Dat klopt. Wie weet waar dit staat, dit apparaat? Niet hier op de universiteit. Hé, heel goed voor jou. Dit staat inderdaad in een museum in het Markiezenhof in Bergen op Zoom. En in het Markiezenhof in Bergen op Zoom, dat is een heel groot museum. En op de bovenste verdieping is een expositie over geheimen. En dan moet je eens goed luisteren. Dit apparaat staat daar. En weet je wat ze dan aan mensen hebben gevraagd? Als jij een groot geheim hebt, mag je dat op een papier schrijven. Dan stop je dat papier in een gleuf, dat gaat hier, en dan mag je aan dat ding draaien. En wat gebeurt er dan? Dat papier dat gaat door de versnipperaar heen en het geheim valt vervolgens helemaal versnipperd in deze bak. Wat je hier ziet, zijn de snippers van honderden mensen die hun geheim hebben opgeschreven en vervolgens door de papierversnipperaar hebben gehaald, zodat niemand het geheim kan lezen. En ik heb hier wat meegenomen van die snippers. Wat we hier zien, zijn de geheimen van mensen, maar dan versnipperd door de papierversnipperaar. Zoveel mensen hebben geheimen. En als jij al deze snippers naast elkaar zou leggen en je zou ze uitzoeken als een grote puzzel, dan kom jij achter de grootste geheimen van mensen die in dat museum zijn geweest. Dus het is superbelangrijk dat deze doos op slot blijft. Er mag niemand inkomen. Maar het laat wel zien, moest kijken wat een enorme stapel geheimen, dat iedereen heeft geheimen. Het is helemaal niet gek om dingen geheim te houden. Dus als jij ook geheimen hebt, en dat heb je, moet je niet zorgen maken van, oeh, is dit nou iets raars? Is dit nou iets aparts? Nee, het is heel erg verstandig om iets geheim te houden. Maar niet altijd. Daar gaan we het over hebben. Als je nou zegt, ik wil dat ding eigenlijk wel zien, super gaaf, dan kan je naar Museum Markiezenhof in Bergen op Zoom. Nou, we onderzoeken natuurlijk, Jamie zei het al een beetje, waarom doen we bepaalde dingen? We willen niet alleen weten, goh, wat is een leuk boek? Maar waarom is dat een leuk boek? We willen altijd op de universiteit meer weten dan dat we kunnen zien. En een van de vragen die we stellen is, waarom hebben we eigenlijk geheimen? Denk eens aan jouw eigen geheimen. Pak maar één van de geheimen die je hebt en denk er eens even over na. Waarom hou je dat eigenlijk geheim? Waarom vertel je dat niet aan iemand anders? Nou, er zijn verschillende redenen. Een van de redenen is, door iets geheim te houden, kun jij anderen te slim af zijn. Als jij iets weet dat een ander niet weet, dan ben jij de winnaar. Denk aan Fortnite. Als jij al iemand aan ziet lopen, maar jij bent verstopt, dan weet jij, haha, als hij straks voorbij loopt, spring ik eruit en dan ben ik de winnaar. Wie kent deze man? Wie is dit? Opa Jaap, hè? En opa Jaap heeft ons een tip geleerd. Luister goed.
Opa Jaap heeft ons een geheim gedeeld. Oh ja, spruitjes eten. Gadverdamme. Heb je wel eens dat je ouders zeggen... Ja, je moet wel je spruitjes opeten. Eet ze zelf op. Ik hou er niet van. En daarom gaan we vandaag spruitjes maken van snoep. Serieus? Ja! Oh. Je pakt een snoepje, dan neem je een stuk marsepein... en dan kan je het snoepje erin doen... en dan maak je daar een balletje van. Dan prik je op een stokje... Kijk, en dan heb ik groene verf, eetbare verf... moet je wel even naar de winkel, moet je even kopen... en dan schilder je zo de blaadjes erop. Dit is toch net een spruitje? Zo maak je er nog 10... Tada! 10 snoepspruitjes. Aan tafel! Zo, Jaapie, we eten spruitjes vandaag. Lekker, mam, spruitjes. Lekker? Ik dacht dat jij ze niet lekker vond. Ja hoor, ik eet ze allemaal op. Oh, oké okay dan. Hé, hey, wat is dat nou? Nee. Wat dan? Nee. Ik zie niks. Nee, daarachter. Daar, ja. Wat? Wat bedoel je? Wat bedoel je? Ja, ik zie niks. Oh nee, ik dacht dat ik wat zag, maar het was een haartje van mijn wimper. Oh ja, dat kan natuurlijk, ja. Jij eet goed, hè, van je spruitjes. Ja, echt lekker hoor. Goed gemaakt. Goed zo. Doet me deugd. Werkt gegarandeerd. Kortom, door iets geheim te houden... kun je ervoor zorgen dat de mensen om je heen niet weten... wat er nou werkelijk gebeurt. En dan kun je andere mensen te slim af zijn. Oké, okay, dat is één. Twee, het hebben van geheimen... of soms ook wel het delen van een geheim... met jouw beste vriend of vriendin... zorgt ervoor dat je elkaar aardiger vindt. Want je vertrouwt elkaar. En als mensen elkaar vertrouwen, dan vinden ze elkaar ook... aardiger. En door jouw geheim met iemand te delen, laat je eigenlijk zien dat je die persoon vertrouwt. Daarnaast is het hebben van geheimen ook gewoon hartstikke leuk en spannend. Kijk eens naar dit geheimschrift. Wat is dit geheimschrift? Nou, dit is iets, niemand weet wat hier staat. Niemand weet dit. En dit is opgeschreven in 1897... 127 jaar geleden. En er zijn heel veel computers aan het rekenen met artificial intelligence. Hebben jullie wel van gehoord. Om te proberen de code te kraken. Wat staat hier nou? En het is nog steeds niet gelukt. Het is nog steeds een geheim, al 127 jaar lang, wat hier nou precies staat. Maar een van de belangrijkste redenen om iets geheim te houden, dat is om jezelf te beschermen. Als andere mensen niet weten wat er bij jou precies gebeurt, dan kunnen andere mensen jou ook niet daarmee plagen of pesten. Of ze kunnen je uitlachen of gemeen tegen je doen. Dus een hele belangrijke reden om iets geheim te houden, is eigenlijk om jezelf te beschermen voor de reacties van de mensen om je heen. En ik weet zeker van de meeste kinderen hier, die hier vandaag aanwezig zijn, als je kijkt van waarom hou jij dat geheim, dan is dat inderdaad omdat je niet helemaal zeker weet hoe de mensen in de klas en hoe jouw vrienden en vriendinnen gaan reageren. Dus we willen voorkomen dat mensen ons uitlachen. We willen voorkomen dat andere mensen niet meer met ons willen spelen. En daarom houden we bepaalde dingen geheim. Dus een van de belangrijkste redenen die mensen aangeven om iets geheim te houden. Maar je zult wel eens gehad hebben dat het soms hartstikke moeilijk is om iets geheim te houden. Hè, dat gaat niet vanzelf. Nou, waarom is het zo moeilijk om iets geheim te houden? Dat ga ik aan de hand van een klein experimentje ga ik doen. Wat is dit? Een ijsbeer. Oké. Hoe vaak denken jullie aan een ijsbeer? Nooit. Klopt. Goed zo. Jullie denken nooit aan een ijsbeer en dat mogen jullie de komende minuut ook niet doen. En ik zal jullie een handje helpen door een wit scherm te laten zien. Dan is die ijsbeer ook helemaal weg van het scherm. Dus vanaf nu, 1 minuut lang, niet nadenken over een witte beer. Go. Jongens, dit gaat helemaal mis. Ik zie allemaal ijsberen boven jullie hoofden. Voor mij denken jullie, wie heeft er net toch aan een ijsbeer gedacht? Ja, dat dacht ik al, hè? Eerst zeggen, ik denk nooit aan een ijsbeer. Nou, mag je niet aan een ijsbeer denken, en dan denk je aan een ijsbeer. En ik weet niet aan wat voor ijsbeer jullie dachten. Hè? Misschien is het deze wel. Of misschien dacht je aan een knuffelbeer. Of misschien deze, die lekker lag te chillen. Hoe dan ook... Ik vroeg jullie, denk niet aan een witte beer. En jullie dachten wel aan een witte beer. En dit is iets, dit onderzoeken wij in de psychologie. Wij weten namelijk, mensen en kinderen die iets geheim willen houden,
die proberen zo min mogelijk aan het geheim te denken. Want als je aan het geheim denkt, dan kan je ook je mond voorbij praten. Dus ze proberen allerlei gedachten over dat geheim weg te stoppen. Alsof ze er niet zijn. Maar wat hebben we net gezien? Hoe meer je ergens niet aan probeert te denken, hoe meer je eraan gaat denken. Waardoor mensen nog harder proberen niet aan het geheim te denken. En op een gegeven moment zijn ze de hele dag aan het denken van hun geheim. En ik onderzoek mensen die al 20, 30 jaar lang, zeggen ze, iedere dag dat ik wakker word, sta ik op en denk ik aan mijn geheim. En als ik 's avonds naar bed ga, denk ik nog aan mijn geheim. Die zijn de hele dag met hun geheim bezig. En deze meneer heeft dat onderzocht. Dit is een professor in Amerika. En deze man is zo beroemd geworden vanwege dit onderzoek naar die witte beer, dat allerlei wetenschappelijke boeken en artikelen die gaan over piekeren en het proberen weg te stoppen van gedachten, die hebben nu altijd een witte beer op de kaft. Hier zie je een witte beer. Hier zie je een witte beer. En zien jullie de witte beer in dat boek in het midden? Dat is hier, hè? Dus allerlei boeken over gedachtenonderdrukking, die gebruiken een witte beer op de kaft. Om te laten zien, het onderzoek naar denk niet aan de witte beer heeft ons geleerd, hoe meer je ergens niet aan wil denken, hoe meer je eraan denkt. Nou, en dan gebruiken we wat ik net al liet zien, heel veel wiskunde en statistiek. En dan komt er een antwoord uit. En zo hebben wij geleerd dat het niet altijd even goed is om iets geheim te houden. Nou, hoe hou je iets geheim? Door het niet te zeggen, hoor ik hier. Heel slim. Dus we proberen een geheim te houden. Eén, nou, dat hebben we net gezien, hè? Je probeert er niet aan te denken. Maar een andere manier is inderdaad door het niet te zeggen. Of soms zelfs door erover te liegen. En om iets geheim te houden, moeten we ook wel heel vaak een leugen vertellen. Lief, het zijn de cijfers al binnen van je proefwerk. Nee, die zijn nog niet binnen. Omdat je geheim wil houden dat het misschien een onvoldoende is. Maar dan lieg je dus om het geheim te houden. En daarnaast kunnen we iets geheim houden door dingen te verbergen. Door ze te verstoppen in je kamer, zodat papa en mama er niet achter kunnen komen. Ik zocht een kistje van Fortnite, maar die heb ik helaas niet gevonden. Dus het is een ander kistje geworden. Dat is geen kistje van Fortnite. Nee, dat zeg ik. Nou, zijn geheimen nou slecht voor je? En daar weet ik heel veel vanaf. Doe ik al heel lang onderzoek naar. En het antwoord is, helaas, ja, geheimen kunnen slecht voor je zijn. En welke geheimen zijn dat dan? Dat zijn de geheimen waar jij over piekert, dat je zorgen maakt, dat je soms een beetje verdrietig over wordt of bang bent. Wat gaat er gebeuren als mijn geheim uitkomt? Dat zijn de geheimen, daar kun je inderdaad misschien wel ziek van worden. En daar moet je een beetje mee oppassen. Ik zal je straks vertellen wat je daarmee kunt doen. Maar lang niet alle geheimen zijn slecht voor je, hoor. Helemaal niet. Het helpt je tenslotte ook om te voorkomen dat andere kinderen je uitlachen. Dus je hoeft echt niet bang te zijn als je geheimen hebt. Dat is prima. Dat kan geen kwaad. Maar de geheimen waar je zelf wakker van ligt en over piekert, dat zijn gevaarlijke geheimen. We zagen het hier tenslotte ook, hè, dat het soms hartstikke leuk is om iets geheim te houden. Geen probleem. Wie heeft wel eens ooit met een vriendje of vriendinnetje iets op papier geschreven met een geheimschrift? Kijk eens, dat zijn er hartstikke veel. Zie je dat? Dan schrijf jij wat op papier en alleen jouw vriend of vriendin die kent de code en niemand anders. Hoe gaaf is het om gewoon op de keukentafel het papier neer te leggen? Iedereen kan het zien en niemand weet wat het betekent. Ja, dat hebben heel veel van jullie al gedaan. Nou, als je nou heel graag je geheim kwijt wil, hè? Je maakt je ergens zorgen om, je hebt er last van en je wil er eigenlijk over praten. Moet je het tegen iedereen vertellen? Nee, hè? Waarom niet? Waarom zou je het niet tegen iedereen vertellen? Je weet niet hoe andere mensen erop gaan reageren. Andere mensen gaan misschien lachen. Misschien vertellen andere mensen zelfs jouw geheim door. Dus daar moet je een beetje mee oppassen. Als jij last hebt van jouw geheim, wat kun je dan doen? Nou, je kunt misschien bedenken, weet je wat, ik vertel het aan papa en mama. Of papa, of mama, of allebei. Dat kan. En als je liever niet aan papa en mama wil vertellen, dat kan, dan zou je bijvoorbeeld aan de juf of meester het geheim kunnen vertellen. Want daarvan weet je ook, de juf en meester zullen het niet zomaar doorvertellen. Die houden dat echt wel geheim. Of op jouw school is ook altijd wel een vertrouwenspersoon. Of op de sportclub, misschien zit je op voetbal, hè, en ken je daar iemand en dat je daar aan wil vertellen.
Wat is het voordeel als je het aan deze mensen vertelt? Ze vertellen het niet door. Dus je kunt er wel over praten, maar het blijft nog steeds een soort geheim. En ze kunnen je wel helpen. Maar ja, we hebben natuurlijk ook opa en oma, of je hebt een hele lieve oom, of je hebt een hele lieve tante. Daar kun je het ook aan vertellen. En weet je waar ik veel onderzoek naar doe? Naar nog iets heel anders. Je kunt het ook opschrijven in een dagboek. Of in een brief die je vervolgens niet op de post doet. En ik onderzoek al heel lang mensen die bijna elke dag iets in hun dagboek schrijven over hun geheim. En weet je wat we gevonden hebben? Je hebt wel eens mensen die hebben ontstekingen in hun pezen. Dat zit tussen het bot en het spierin, dan heb je pezen. En als je ontsteking aan je pezen hebt, dan kun je je arm niet heel hoog optillen, want dat doet veel te veel pijn. Wat hebben we gedaan? We hebben bij mensen gevraagd, nou, til je arm eens zoveel mogelijk op. Doen jullie het ook eens? Kijk hoe hoog jullie kunnen komen. Oh ja, heel goed. Nou, dat hebben we gemeten, hebben netjes gemeten hoeveel centimeter kun je je arm optillen. En vervolgens hebben we aan die mensen gevraagd, je mag je arm weer naar beneden doen, om 4 weken lang, een hele maand, iedere dag wat op te schrijven over hun geheim waar ze last van hadden. En weet je wat we vonden? Na 4 weken dat ze elke dag wat opschreven in hun dagboek over hun geheim of iets waar ze mee zaten, konden ze daarna, na die 4 weken, hun arm ietsje hoger optillen. De ontsteking in de pees was ietsje afgenomen. En dat heeft alles te maken met wat ik eerder vertelde, dat immuunsysteem. En het immuunsysteem zorgt ervoor, als jij ziek bent, dat jij weer beter wordt. Nou, als jij veel geheimen hebt waar je last van hebt en waar je over piekert, dan weten we dat jouw immuunsysteem minder hard gaat werken. Dat noemen we ook wel stress. En dat kunnen we meten in het bloed, allerlei stofjes in het bloed. En dan zien we dus dat mensen sneller ziek worden. Kortom, als je nou denkt van ja, ik durf het eigenlijk aan niemand te vertellen, want ik schaam me ook een beetje over mijn geheim, dan zou je het in een dagboek kunnen opschrijven. En dan hou je het voor jezelf. En het voordeel van het opschrijven in een dagboek, of het voordeel van het vertellen aan andere mensen, is je bent niet alleen je geheim even kwijt, maar andere mensen kunnen met je meedenken. En die kunnen zeggen, joh, dat valt hartstikke mee, dat is helemaal niet gek dat je dat denkt. Weet je wat ik vroeger wel eens dacht? Ik praatte in mijzelf. En dat heb ik heel lang geheim gehouden, want ik dacht, dat is misschien heel erg gek. En later zei iemand, nee, dat heet denken, dat is heel normaal. Wie praat ook wel eens tegen zichzelf? Niet hardop, hoor, maar gewoon in je hoofd. Ik denk de meeste wel. Van oké, nou dit heb ik nou gedaan, nou ga ik nog even geschiedenis doen en dan ga ik lekker naar buiten. Ik dacht vroeger dat dat iets heel raars was en ik hield dat voor mezelf. En ik vond het heel fijn dat iemand zei, nee, dat heet gewoon denken, dat is heel normaal. Nou, en dat is het grote nadeel van een geheim hebben. Als jij niet met een ander praat over jouw geheim, kan niemand jou helpen over wat je meemaakt. Dit is wat ik wilde vertellen over geheimen. Maar misschien hebben jullie nog heel veel vragen of heel veel dingen die jullie zelf willen vertellen. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Stel maar een vraag. Heel even wachten met de vragen, want dat doen we met de catchbox. Ja. Is dat oké voor jou? Dat is prima, ja hoor. Super. Ja, zoals ik al eerder had aangegeven, gaan we voor de vragen de catchbox rondgooien. De bedoeling is dat je hem vasthoudt, dat je je vraag stelt. En als je klaar bent, kan je hem doorgooien naar iemand anders met een vraag of naar een van mijn collega's die daar staan. En dan zullen zij hem doorgooien. Heeft iemand, zullen we hier beginnen aan deze kant? Heeft iemand een vraag? Ja, ik zie daar een hoge vinger. Momentje. Goed vangen. Ja, zo niet is er ook geen probleem hoor. Moet ik kiepen? Oké. Hoe weet je of iets een geheim is en of het niet een geheim is? Sorry, nog een keer? Hoe weet je of iets echt een geheim is of geen geheim is? Het verschil tussen een geheim en geen geheim is of je met andere mensen vertelt en hebt gedeeld. En je stelt een hele goede vraag, want sommige geheimen delen met niemand, helemaal niemand. Nou, dat is echt gewoon 100% geheim. Maar denk eens even na aan een paar van de geheimen die jullie hebben. Ik weet zeker dat de meeste geheimen die jullie hebben, hebben jullie wel aan een paar andere mensen verteld. Bijvoorbeeld wel papa, mama of wel oma. Of juist jouw vriendin, maar niet de rest in de klas. En dat noemen we gedeelde geheimen. En dat is een soort geheim, maar een geheim light, als het ware.
Dus dat is wel iets wat je geheim wilt houden voor andere mensen, maar sommigen mogen er wel van weten. Nou, dat is het grote verschil. Hoeveel mensen zijn op de hoogte van jouw geheim? Ja, goeie vraag. Dankjewel. Gooi hem naar... Heel goed. Oei. Je mag in dat zwarte ding praten, ja. Oké. Okay. Maar als eigenlijk ook een beetje van... Als eigenlijk ook al de hele klas ook weet en misschien ook de hele school... Maar gaan ze misschien ook meteen ook tegen andere scholen of misschien wat op het internet ook gaan zetten? Ja, dat is een groot probleem. Als jij je geheim vertelt aan iemand, dan weet je niet zeker of die het geheim doorvertelt... Of niet. En dat is dus wel iets waar je rekening mee moet houden. En er blijkt uit heel veel onderzoek, ik zal iets leuks vertellen. Er is een onderzoek geweest in België. En daar zei een professor tegen de leerlingen, vertelde die een geheim. He, bijvoorbeeld, ik vertel aan jullie een geheim. En dan zeg ik, dat mogen jullie tegen niemand vertellen. En wat zeiden de leerlingen? We zullen dat aan niemand vertellen. En de professor heeft de volgende dag, naar alle eerstejaarsstudenten, naar alle studenten van die studie, heeft hij gevraagd, weten jullie... van dit of dat geheim. Dat geheim wat ik jullie net vertelde. En wat bleek? Bijna driekwart was al op de hoogte van het geheim... dat die professor maar aan een heel klein groepje had verteld. Kortom, als je je geheim doorvertelt aan een ander... is de kans best wel groot dat die ander het kan doorvertellen aan andere mensen. Behalve natuurlijk wanneer het je juf is of je meester. En opa en oma, die zullen dat ook niet snel doen, en papa en mama... Maar als je het aan andere mensen vertelt, moet je er rekening mee houden dat het geheim misschien wel eens doorverteld wordt. Ja, goeie vraag. Dank je. Hele goede vraag. Dan mag je de box doorgooien naar mijn collega die daar aan die kant staat. Is het waar als je liegt over je geheim dat je neus groter wordt? Is het waar dat als je liegt over je geheim dat je neus groter wordt? Nee, dat is niet waar. Daar heb ik zelfs geen onderzoek naar gedaan om dat te weten. Waarom wil je eigenlijk leugens of geheimen studeren? Nog een keertje, wat zei je? Waarom wil je geheimen eigenlijk studeren? Oh, dat is een hele goede vraag van jou. Waarom wilde ik geheimen studeren? Ja, er zijn natuurlijk zoveel onderwerpen waar ik onderzoek naar kan doen. Nou, toen ik hier psychologie studeerde in Tilburg, toen was ik heel erg benieuwd naar mensen die weinig vrienden hadden. Die waren eenzaam. En wat blijkt dan? Mensen die eenzaam zijn, die hebben ook wat meer gezondheidsklachten. Die hadden wat meer pijntjes en die gingen wat vaker naar de dokter. En daar was ik altijd al een beetje in geïnteresseerd. En toen ging ik zelf naar Spanje toe, naar Barcelona. En daar ging ik werken. En toen heb ik daar geleerd van, nu zit ik zelf in Spanje. Met allemaal mensen die ik niet ken. En ik sprak in het begin de taal niet. En toen dacht ik, eigenlijk wel interessant. Als ik nou iets wil delen met iemand anders hier in Spanje, dan ken ik nog niemand. Zou ik nou ook sneller ziek kunnen worden, omdat ik eigenlijk dingen niet kan delen met anderen. En toen kwam het idee, geheimen is eigenlijk wel heel interessant. Want niet iedereen is eenzaam, maar wel heeft iedereen geheimen. En toen dacht ik, geheimen is misschien een hele mooie manier om te onderzoeken, wat zijn de effecten van het niet kunnen praten over wat je belangrijk vindt, en kun je daar ziek van worden. Dus dat is de reden waarom ik geheimen ben gaan bestuderen. Ja, heel goed voor jou. Ik zie nog heel veel vingers. Hoppakee. Heb je nog tips voor een onderzoek? Oh, ik heb zoveel tips voor een onderzoek. En weet je wat super gaaf is? Doordat ik lesgeef, want over een paar dagen sta ik hier weer, maar dan met mijn eigen studenten. En studenten stellen vragen, zoals jullie dat ook doen. En soms zitten er vragen bij, dan denk ik, maar dat is heel interessant. Dat ga ik onderzoeken. Dus ik heb tips voor jullie. Maar het leuke is dat ik krijg ook heel vaak tips van jullie aan mij. Maar wat is nog leuk om te onderzoeken? Nou, bijvoorbeeld... aan wie moet je je geheim wel vertellen en aan wie moet je je geheim misschien beter niet vertellen? Ik ben ook heel erg benieuwd, als je heel veel op social media zit, op Snapchat en zo, is dat goed voor jou om dat te doen en daar bijvoorbeeld over je geheim te praten met vriendinnen en vriendinnen en daarna is het bericht weer weg? Of kun je dat maar beter niet doen? Dus wat is het gebruik van Snapchat en WhatsApp en X en zo? Wat is daar het effect van op jouw gezondheid? Dat is ook een heel goed punt waar ik onderzoek naar doe. En nog wel een wat moeilijkere, maar dat is wel heel interessant. Sommige mensen, die zijn heel ziek. Hun hart doet het niet goed.
En wat moeten die mensen dan doen? Die krijgen een hartoperatie. Dan worden die mensen opengemaakt. Dan gaat het oude hart wordt eruit gehaald en wordt er een nieuw hart ingestopt. Nou, probeer me even te volgen. Zo'n nieuw hart wat er ingestopt wordt, dat is natuurlijk niet het hart van die persoon zelf. En wat gaat het lichaam dan doen, het immuunsysteem? Dat gaat zeggen, hé, er zit iets raars in mij, dat is niet van mij, dat moet eruit. Dat noemen we afstoten. En dat is eigenlijk helemaal niet wat je wilt. Want je wil, als jij een ander hart hebt, een donorhart, dat dat dan netjes blijft zitten. Nou zijn wij benieuwd, mensen die zo'n hartoperatie hebben ondergaan, sommige van die mensen hebben grote emotioneel belastende geheimen, waardoor het immuunsysteem minder hard werkt. Zou dat dan ook betekenen dat het hart dat zij gekregen hebben minder medicijnen nodig heeft om goed te werken? Want hoe beter jouw immuunsysteem werkt, hoe sneller het hart wordt afgestoten. Dus we zijn eigenlijk benieuwd, mensen die zo'n grote operatie hebben gehad, maakt het uit of je een groot geheim hebt of niet voordat je die operatie krijgt. Om te weten, daarna, na de operatie, hebben die mensen meer of minder problemen. Ja, een beetje een moeilijk onderzoek, maar sommigen die kunnen dit misschien wel begrijpen. Volgende vraag. Wat is jouw perspectief op geheimen? Zo, dat is een goede vraag van jou. Wat is mijn perspectief op geheimen? Hoe denk ik nou over geheimen? Dat zal ik jou vertellen. Vroeger dacht ik, geheimen, die zijn goed. En als iemand mij vertelde, hey Andreas, ik heb een geheim, moet je eens horen. Dan wilde ik het graag horen. Ik was erg nieuwsgierig. Dan wilde ik dat geheim horen. Nu ik wat meer weet over geheimen, denk ik vaker, nou, weet je wat? Ik ga dit niet geheim houden. Het kost mij te veel. Want ieder geheim dat je hebt, levert je wat op, maar kost je ook wat. En dat noemen we een kostenbatenanalyse. En je gaat kijken, nou ja, wat kost mijn geheim mij en wat levert het mij op? En tegenwoordig denk ik wat vaker, nou, misschien kan ik maar beter gewoon eerlijk zijn. En dat betekent soms ook wel even dat je ruzie hebt met iemand. Of dat iemand verdrietig is door wat je zegt. Maar ik heb geleerd wat minder geheimen te hebben als vroeger. Omdat ik toch wel heb geleerd, het is niet altijd even goed om geheimen te hebben. Ja. Dus soms kan je maar beter eerlijk zijn. En dan is het misschien heel even vervelend. Maar op de lange termijn is het soms toch wel beter om eerlijker te zijn. Ja. Maar niet over alles. Nog een vraag. Fenna. Ja. Hoe kan je nou weten dat je iemand kan vertrouwen of niet? Ja, dat is de hele goede vraag. Hoe kun je nou weten of je iemand kunt vertrouwen of niet? Weet je wat mijn antwoord is? Dat kun je niet weten. En dat is het lastige van het hebben van geheim. Maar zal ik jou wat vertellen? Uit mijn onderzoek blijkt, als je aan mensen vraagt, goh, heeft u een geheim? En wat denkt u dat er gaat gebeuren als u je geheim vertelt aan een ander? En weet je wat mensen dan heel vaak denken? Oh, die mensen die worden boos en die mensen die worden verdrietig en die vinden dat helemaal niet leuk en die gaan me uitlachen. Maar eigenlijk blijkt van de mensen die hun geheim verteld hebben aan anderen en toen we gevraagd hebben en wat gebeurde er toen, blijkt eigenlijk dat de meeste mensen daar heel fijn mee omgaan. Die gaan niet lachen en die vertellen het niet door. Dus je kunt het risico nemen, maar je weet het nooit zeker. Je kunt niet zeker weten of iemand te vertrouwen is of niet. Dat is ook het grote probleem van het hebben van geheimen. Je wilt het graag delen, maar je weet niet zeker of je het kunt delen. Zal ik jou nog wat mooie voor de volgende vraag? Het woord geheim. Daar zijn we op de universiteit, doen we daar ook onderzoek naar. Waarom heet een geheim een geheim? Weet je waar dat woord vandaan komt? In Duitsland hebben we het woord heim. En heim betekent jouw thuis, daar waar je veilig bent, wat je beschermt. Nou, een geheim is dus iets wat jou helpt om jou te beschermen. Maar wie weet wat het woord geheim is in het Engels? Secret, heel goed. En weet je waar het woord secret vandaan komt? Dat komt uit het Latijnse secernere. En dat betekent een onderscheid maken, scheiden door middel van een zeef. En ik scheid met mijn geheim de mensen die het mogen weten van de mensen die het niet mogen weten. Dus in geheimen zitten twee kanten. Aan de ene kant beschermen ze me, maar aan de andere kant zorgen ze ook voor meer afstand tussen de mensen om ons heen. Volgende vraag. Oké, naar wie moet ik hem gooien? Naar toe gooien. Ja. Wat gebeurt er als je te veel geheimen hebt? Ja. Wat gebeurt er als je te veel geheimen hebt? Dat is een goede vraag.
En dan heb ik eigenlijk nog een soort tweede vraag. Het gaat er dan vooral om, wat voor soort geheimen heb jij? En als je heel veel kleine geheimpjes hebt, ik heb namelijk ontzettend veel geheimen, omdat ik natuurlijk heel veel mensen spreek die geheimen hebben. Dus ik heb zoveel gehoord, ik heb wel duizenden mensen gesproken die geheimen hebben. Word ik daar ziek van? Nee. Waarom? Het zijn geen geheimen waar ik wakker van lig. Maar je hoeft maar één heel groot geheim te hebben waar je bang van wordt en waar je zorgen om maakt. En daar kun je wel ziek van worden. Dus op zich is het niet zo'n probleem om veel geheimen te hebben, als het maar kleine geheimpjes zijn. Ja, waarom mag je eigenlijk die box meenemen? Of de geheimen? Deze box, nou, die mag alleen ik meenemen. Maar dit is de box, hier zitten dus papiersnippers in van de geheimen van mensen uit het museum. En dit gaat zo weer terug naar het museum en dan doe ik die snippers weer in de grote bak en dan gaat die deur daar weer op slot. Ik heb dit alleen even meegenomen om aan jullie te laten zien. Hier zijn echte geheimen van echte mensen. Ja. Heb je zelf een heel groot geheim? Heb ik zelf een heel groot geheim? Nou, een van de geheimen die ik vandaag heb, die ik nu ga verklappen, is dat mijn eigen dochter in de zaal zit. Dat is een geheim. Daarnaast heb ik geheimen. Ja, ik heb ook geheimen zoals iedereen die heeft. Maar ik heb geen hele grote geheimen, gelukkig maar. Nee, ik heb geen geheimen waar ik last van heb. Hoi. Hoi. Ik heb een klein vraagje. Omdat er zat toch net zo'n Pinocchio op een scherm. Nu heb ik een heel goed vraagje. Als Pinocchio zegt, mijn neus gaat nu groeien, gaat zijn neus al groeien, ja of nee? Ja, als Pinocchio gaat zeggen, zodra Pinocchio gaat liegen in het verhaal, dan gaat zijn neus groeien. Waar die dan ook over liegt. Weten jullie waar we op de universiteit ook onderzoek naar doen? Waarom schrijven een verhaal zoals Pinocchio? Een verhaal dat gaat over liegen. En dat is natuurlijk om de mensen die lezen, die dat boek lezen, die wil je iets leren over of het goed of niet goed is om te liegen. Ja. Een vraag. Ik had een vraag. Stel, ik heb een geheim, ik vertel die aan iemand, maar diegene, hij maakt misbruik van die geheim. Hoe kunnen jouw gevoelens gaan? Gaan die dan gelijk naar verdrietig of gelijk naar boos? Ja, goede vraag van jou, zeg. Hey. Zo. Je vertelt je geheim aan iemand en die ander die maakt daar misbruik van. Ja, dan voel je je eigenlijk verdrietig en tegelijkertijd ook wel boos. Want je hebt iemand vertrouwd en die maakt daar misbruik van. Dus dat is een heel vervelend gevoel. Dat is helemaal niet fijn. En let goed op, hè. Dat kan jou best een keer overkomen zijn. Waardoor jij misschien op dat moment hebt gezegd, nou ga ik nooit meer mijn geheim met iemand anders delen. Maar pas op, hoe die persoon heeft gereageerd, wil niet zeggen dat andere mensen ook zo zijn. Dus als één iemand iets vervelends tegen jou heeft gedaan, probeer wel te bedenken, dat was die persoon, maar andere mensen zijn misschien beter te vertrouwen. En ik had nog een vraag. Kan je dan ook bijvoorbeeld diegene die zegt het tegen iemand anders, en diegene krijgt spijt. Wat moet diegene dan gaan doen? Ja. Als jij ooit een geheim hebt gekregen van iemand en je denkt, oh, maar dat is een spannend geheim, dat ga ik gauw aan mijn vrienden of vriendinnen vertellen. En daarna denk je, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Daar heb ik spijt van. Weet je wat je dan het beste kan doen? Toch maar naar die persoon toe gaan en zeggen, joh, het spijt me. Ik heb jouw geheim doorverteld aan die persoon en aan die persoon en aan die persoon. Ik had dat niet moeten doen en ik zal dat niet meer doen. Het spijt me. En dat is vervelend om te doen. Want je bent natuurlijk, je schaamt je een beetje om wat je hebt gedaan. En je kunt ook bedenken, ik ga het gewoon geheim houden. Ik zeg niet dat ik het heb gedaan. Maar door eerlijk te zijn en door te laten zien dat het je spijt, kan die andere persoon weer zeggen, joh, nou ja, ik vind het erg vervelend, maar goed dat je het verteld hebt en we zijn weer vrienden met elkaar. Probeer niet te lang rond te lopen met dingen als je heel erg veel spijt hebt. Dat is wel een van de onderwerpen die misschien wel heel fijn is om gewoon met iemand te zeggen, het spijt mij, sorry, ik had het niet moeten doen. Hoi. Stel je vraag maar. Weet je hem nog? Hoe weet je als je een geheim wilt vertellen of niet? Hoe weet je of je een geheim moet vertellen of niet? Als je een geheim wilt vertellen of niet. Ja.
Hoe weet je of je een geheim wilt vertellen? Nou, wat wel leuk is, soms heb je iets in je hoofd en dat wil je super graag aan iemand vertellen. En dan kun je haast niet wachten om die persoon te zien om het echt te willen vertellen. Nou, dat is een gevoel wat je dan hebt, wat eigenlijk een goede indicatie is dat het tijd is om jouw geheim te vertellen. Er zijn ook geheimen die je hebt en daarvan denk je, nou, dat ga ik echt aan niemand vertellen. Maar op het moment dat jij merkt, ik zou eigenlijk willen dat iemand anders dit ook weet en die kan me misschien helpen, dat is misschien wel voor jouzelf een signaal. Misschien moet ik er toch maar iets mee doen. Wat een hoop goede vragen hebben jullie vandaag, zeg. Ja, hij staat hard, hè? Kun je er te veel geheimen depressief raken? Nee. Ja, geheimen kunnen jou depressief maken. Sterker nog, dat is best wel een groot onderdeel van mijn vakgebied. Het is een heel bijzonder onderwerp. Er zijn inderdaad mensen die hebben een geheim. Hun is iets bijvoorbeeld overkomen vroeger. En die hebben dat nooit met iemand verteld. Maar die hebben daar nu al bijna 10, 15, 20, 30 jaar lang zijn ze heel somber en heel depressief. Het hoeft niet, mensen die depressief zijn, hoeft niet met een geheim te maken te hebben. Maar het kan inderdaad wel, als jij iets heel vervelends hebt meegemaakt en dat heb je aan niemand verteld. Dat zijn vaak toch wel geheimen die inderdaad voor kunnen zorgen dat je depressief kunt worden. Dus pas daarmee op. Ja, zeker. Oké, dan gaan we naar de laatste vraag voor de vragenronde. Welke verantwoordelijkheden heb jij als iemand jou een geheim vertelt? Ja, hele goede vraag, dankjewel. Welke verantwoordelijkheden heb jij allemaal als iemand jou een geheim vertelt? Nou, een van de belangrijkste dingen is niet doorvertellen. Luister goed. Als iemand jou in vertrouwen neemt en vertelt jou een geheim, dan moet jij het niet doorvertellen. Een tweede hele belangrijke verantwoordelijkheid is, als iemand jou een geheim vertelt, niet boos worden op die persoon. Niet gaan zeggen, hé, hoe kan je dat nou doen? Hoe kan je dat nou zeggen? Wat stom. Of gaan uitlachen. Niet doen. Iemand neemt jou in vertrouwen. Dat betekent dat jij die persoon dat vertrouwen gaat geven. Dus 1, je gaat het geheim niet doorvertellen. 2, je gaat die persoon rustig laten uitspreken. En je bent er voor die persoon. Niet uitlachen, niet boos worden, niks doen. En de derde stap is, maar dat is wat moeilijker, kun jij die persoon misschien helpen? Kun je meedenken? Kun je advies geven? He, dat kan natuurlijk niet iedereen, maar je kunt wel bijvoorbeeld zeggen, joh, ik heb dat verhaal gehoord, ik ben jouw vriend of vriendin, ik help jou en we gaan samen naar de juf om het bijvoorbeeld te bespreken. Dat kan. Maar de belangrijkste verantwoordelijkheid, als iemand jou in vertrouwen neemt, is dat je het niet doorvertelt zonder dat die andere persoon dat goed vindt. En natuurlijk helemaal nooit op internet zetten. Dank voor jullie supergoeie vragen. Oké, dat was de allerlaatste vraag. Inderdaad, hele goede vragen voorbij zien komen. En Andreas, ontzettend bedankt voor dit college. Ook ik heb echt bijzonder veel geleerd vandaag. Dus inderdaad een heel groot applaus voor Andreas. En we hebben natuurlijk voor jou ook een leuk bedankje en hoe we dat normaal doen met een bos bloemen die kan verwelken. Hebben wij nu een bos bloemen voor jou die je zelf en misschien met je meiden in elkaar kan zetten. En die ook nooit zullen verwelken. Dus voor altijd een aandenken aan de kinderuniversiteit. Dankjewel. Jij ook bedankt. Nou, dit was het voor dit collegejaar. Dit was het allerlaatste college voor de zomervakantie. Als jullie nog heel even willen blijven zitten, dan ronden we af en dan mogen jullie ook zo vertrekken. Zoals ik al zei, dit is het laatste college voor de zomervakantie. Na de zomervakantie jongens, nog heel even centraal. Na de zomervakantie zijn we weer terug. De nieuwe datums voor de komende colleges na de zomervakantie staan al op onze website van de kinderuniversiteit op tilburguniversity.edu. Dus mochten jullie nu al interesse hebben om te kijken naar de colleges die gaan komen na de zomervakantie, kan je de website altijd bezoeken. Voor het vertrekken zo, de kaartjes die jullie vast hebben, die kunnen jullie bij de uitgangen. Jullie kunnen vertrekken via beide uitgangen, dus links en rechts. Die kunnen jullie daar achterlaten. Daar staan bakjes voor. Twee emmertjes met twee kleurtjes erop. En jullie krijgen, als jullie zo vertrekken, nog heel even jullie aandacht alsjeblieft.
Want dit is ook wel heel belangrijk. Dat wil je natuurlijk niet vergeten. Je hebt het afgelopen uur goed opgelet. En daar krijg je ook een hele mooie certificaat voor van de Kinderuniversiteit. En die krijgen jullie ook als jullie vertrekken. Dus ontzettend bedankt voor het komen. We hopen dat jullie het leuk vonden. En hopelijk tot na de zomervakantie. APPLAUS